Dinsdag was het International Day of Women and Girls in Science. Daarom heeft het Felix Laser Lab van de Radboud Universiteit haar deuren geopend voor twee jonge dames, Fien en Constante. Ze worden ontvangen door directrice Britta Redlieg. Dat is wel zeker bijzonder. We zijn redelijk veel vrouwen bij ons op het lab. We staan bij HVML Felix. Je hebt een rolmodelfunctie en dat zie je ook hoe het hier werkt. We hebben speciale aandacht, ook bij de faculteit, op de Radboud Universiteit, voor gender. Omdat het echt, als we naar de studenten kijken, een belangrijk punt is waar we graag ons steentje aan bij willen dragen. Maar een van de toepassingen is inderdaad opsporen van ziektes, waar we eigenlijk met een team van het Academisch Ziekenhuis van de Overkant samenwerken om op vroege termijn stofwisselziektes in kinderen op te kunnen sporen. En met de infrastructuur die we hier hebben, met de laser die we hier hebben, kunnen we wel zien hoe zo'n molecuul er precies uitziet, want we kunnen hun vingerafdruk meten. En daardoor kunnen we heel nauwkeurig het verschil zien tussen moleculen die erg op elkaar lijken. Ja. Daarmee kunnen we precies zeggen wat er dan bijvoorbeeld mis is met een pasgeboren kind die een erge ziekte heeft. En dan kunnen ze kijken, als er al medicijnen bestaan, kunnen ze bepalen welke medicijnen er gegeven moeten worden. Mm-hmm. Of kijken wat er precies misgaat in de ziekte en dus medicijnen ontwikkelen. Als je experimenten in een 38 Tesla magneet wil doen, samen met infraroodlicht, dan is er één plek in de wereld waar je dit kunt doen en dat is Nijmegen in Nederland. Ik had Britta al een keer eerder gezien en ik vond het altijd heel interessant en toen ik deze kans kreeg, wou ik het meteen heel graag naartoe. Ik vind het altijd heel interessant als ik dingen niet begrijp en dan wil ik het wel begrijpen, zeg maar. Dus ik vind dit wel heel interessant en zo. Ik vond die Felix met die laserstraal beneden, die vond ik heel cool. Ik vond de laser heel cool en ook ja, gewoon alles tot nu toe. Ja, ik vind het heel cool hoe ze dat allemaal kunnen maken en zo. En dat ze dat dan bedenken van oké, als we dit allemaal zo in elkaar zetten, dan werkt het, zeg maar. Fien en Constante worden rondgeleid tot in de laserbunker beneden. Natuurlijk doen we zoiets als vandaag. We doen heel veel rondleidingen. We nodigen scholen uit. We doen speciale acties voor meisjes, voor jonge dames om de wetenschap in te gaan.